De chauffeurs van de bond moeten weten waar ze aan toe zijn. Ze moeten weten wat hun taken zijn en moeten hun rechten en plichten kennen. Aan het woord is Bernice Terbeek, voorzitter van de Katholieke Onderwijzersbond, KOB. De bond heeft de afgelopen dagen een training georganiseerd voor de shopstewards, ook wel verenigingsraads of VERA-leden genoemd. Terbeek zegt dat tijdens de campagnes was aangegeven dat de VERA-leden getraind zouden worden omdat zij graag professionele mensen in het veld willen hebben. Deze leden zijn ook de oren en ogen van de bond en moeten als voorbeeld dienen naar de rest van het personeel toe. Volgens Terbeek hebben de leden voor het eerst aan een soortgelijke training deelgenomen. Doet je toch goed als je ziet van je hebt er toch werking van gemaakt dat ik de VERA-leden kan trainen. En we hebben gekozen voor een professionele organisatie, het CIFES. Het is een vakbondsschool, dus we hebben gezegd van oké, we gaan hun benaderen om die training voor ons te verzorgen. Daarna hebben ze ontslagrecht gehad en nu zijn ze bezig met arbeidswetgeving. Leden moeten dat weten. Toch? Dus zij nemen dit nu op en wanneer ze weer binnen hun school zijn, dan gaan zij de leden daar instructies geven. Want ik kan niet alle leden weet je, in één keer aan het trainen. Dit is de eerste groep, er volgt nog een tweede groep. De eerste groep is 36 man en de tweede groep hopen we in november af te ronden. Als ik een ruwe schatting mag maken, heeft deze training ons om en bij bijna 9000 gekost. Ja. Ja, mensen zullen wel zeggen, maar zijn er geen andere belangrijke dingen die de bond zou kunnen doen met dat bedrag? Nee, maar dat is één van de dingen. Als mijn leden niet weten waar ze aan toe zijn, dan kan ik niet verder gaan. Ze moeten weten wat ze moeten doen. En zo alleen wordt die organisatie groter, toch? Terbeek zegt verder dat de leden wordt voorgehouden dat ze een probleem niet moeten laten escaleren en dan pas aan de bel trekken. Ook moeten ze bij het rapporteren open en eerlijk zijn. We spraken enkele van de participanten. Deze hebben de tweedaagse training als zeer leerrijk ervaren. Ondanks ik al zo lang werk, waren vele dingen onduidelijk die nu wel zeer duidelijk zijn geworden voor me. Vooral wat betreft ontslag en wetgeving, arbeidswetgeving, die zijn nu wel zeer duidelijk. Wat de ontslagaanvragen aangaat. Want vaak hoor je mensen zijn met ontslag. Het wordt ze gewoon vandaag meegedeeld in een brief. En men denkt, ja, zo hoort het. Je hebt het gehad. En dat is hem. Maar vandaag heb ik begrepen dat je het kan aanvechten. Er zijn wegen die bewandeld moeten worden voordat men je ontslag geeft. En nog iets dat ik zeer belangrijk vind, om te vernemen waarom we geen ambtenaren zijn. Want er werd zoveel gezegd van om die reden, omdat we het visio zijn, maar het blijkt dat niet dat de reden is waarom we niet onder ambtenaren vallen. Wat is dan de reden? Kunt u dat met ons delen? En het is omdat we voor een stichting werken. Om ambtenaar te zijn, moet je in dienst zijn van de overheid. De overheid betaalt ons, maar we zijn in dienst van een stichting. Zeer informatief. Ik ben zaken te weten gekomen omtrent de arbeidswet, waar je eigenlijk staat als leerkracht, wat je rechten zijn en wat je plichten zijn. Dus ik vind het heel luchtig en informatief tot nu toe. En ik vind het heel leerrijk ook voor mij. Vindt u dat het belangrijk is dat leerkrachten deze zaken ook weten? Ja, toch wel, toch wel. Wat je positie eigenlijk is en, vooral je rechten, maar ook je plichten. En, ten aanzien van de arbeidswet. We zijn zaken te weten gekomen, bijvoorbeeld is eigenlijk in je werksituatie. Wanneer dat we hier ook te weten gekomen dat we geen ambtenaren meer zijn. Maar we zijn in dienst van de organisatie, in dit geval het RKBO. Wat ik heel boeiend vond was over ontslag bijvoorbeeld. Nu weten we beter waar we aan toe zijn, waar er allemaal gelet moet worden. En dat er documenten overlegd moeten worden. En dat we ook recht hebben om de documenten te zien. We kunnen het opeisen, we mogen het opvragen. Ik heb voor u ook met twee andere leerkrachten gesproken en opmerkelijk is dat jullie allemaal de nadruk leggen op
ontslag. Waarom is dat zo belangrijk voor jullie? Omdat het de laatste tijden zo hectisch aan toe gaat. Je hoort plotseling dat een collega met ontslag is. Terwijl er geen reden zijn opgenoemd. Ze kennen de reden niet. We hebben van een geval gehoord waar de persoon op de verjaardag een briefje kreeg. Uit het niets. Door de postbode aangeboden. En er stond dat ze per die dag met ontslag was. U zag achterin volgens de shopstewards of veraleden van de KOB Lucia Martins, Ruel Belfort en Irene Primchan. Ze waren vol lof over de tweedaagse training, georganiseerd in het KOB Centrum. De training is vandaag afgesloten.